Vanuit een telefooncel op het vliegveld van Amman telefoneerde ik met de prior in Jeruzalem. Hij had een vervelende mededeling van mij. Ik had gehoopt naar Nederland te kunnen vliegen, maar om 18:33 zou vanuit Amman een vliegtuig naar Marseille vertrekken. Op het vliegveld in Frankrijk zou een zekere pater Orval mij opwachten. De betreffende pater behoorde tot een congregatie uit Nîmes, die mijn ballingplaats zou regelen. De prior veronderstelde dat dit gesprek ons laatste contact was. We wensen elkaar veel sterkte voor de komende tijd. Het telefoontje was kort en efficiënt, maar wel begrijpelijk onder de gegeven omstandigheden. Snel kocht ik een ticket naar Marseille en nam afscheid van pater Arie Ploch. Nog geen uur later taxide de imposante Boeing 737 naar de startbaan. Inmiddels was het donker geworden en toen de Boeing zich in de lucht ophief, zag ik door het raampje de lichten van Amman. De laatste impressie die ik van het Midden-Oosten zou hebben. Het vliegtuig was op deze kerstavond niet helemaal volgeboekt en er heerste een rustige sfeer onder de reizigers. Ik had geen andere bezittingen bij me dan mijn jasje en mijn papieren. Het zoemende geluid van de vier motoren maakte me loom en mijn gedachten waren bij Michel. Nog steeds werd ik bedrukt door gevoelens en lafheid en schuld. Had ik toch niet beter in Jeruzalem moeten blijven? Wat zou Michel in mijn plaats gedaan hebben? Zat ze ergens in de krochten van de FVC gevangen of hadden ze haar inmiddels... Precies om 22:30 s'avonds landde het vliegtuig op het vliegveld van Marseille. De douanecontrole was, in tegenstelling tot wat ik verwachtte, minimaal. Mijn paspoort werd gecontroleerd en de beambte vroeg naar mijn handbagage. De douanier keek vreemd op toen ik hem slechts mijn jas toonde. Toch kon ik ongemoeid doorlopen. Het was kerstavond. In de gang die naar de aankomsthal liep, verschool ik mij tussen de andere reizigers. Ik had het angstige vermoeden dat de FVC misschien ook hier aanwezig was. Ik voelde me erg gespannen en zeker niet veilig. Aangekomen in de aankomsthal van het vliegveld zag ik pater Orval staan met in zijn hand een kaartje waarop Norsch stond. Ik liep snel naar hem toe en stelde me met een klamme hand aan hem voor. We moeten nu zo snel mogelijk het vliegveld verlaten, pater Orvan. Bent u reeds ingesproken door de prior van mijn congregatie? Ja, en wanneer alles wat ik van hem gehoord heb waar is, dan komt het openbare leven over 1:10 tot stilstand. Ik keek paniekerig op mijn horloge en zag dat het 22:50 was. Waar brengt u mij naartoe? Is er al iets geregeld? Vroeg ik de pater. We hebben tijdelijk onderdak kunnen regelen bij een molenaarsgezin in het dorp Poulx bij Nîmes. Er kwamen twee mannen op ons aflopen. Toen ze ons passeerden, zei pater Orvan: het is inderdaad leuk winkelen in Marseille. Wat heeft u overigens voor uw kinderen gekocht? Ik voelde hoe zich kleine zweetdruppeltjes op mijn voorhoofd vormden en had last van hartkloppingen. Vermoeidheid. Maar toen de twee heren gepasseerd waren, vervolgde Orvan. Aan de oevers van de rivier de Cardon staan de ruïnes van een oude watermolen en nog een bewoond huisje. Grotte de la Baume wordt het daar genoemd. Zoals ik al zei, woont de voormalige molenaar in het huis. Zowel de watermolen als de woning zijn bezit van onze congregatie. Hier ben je voorlopig veilig. Kom, nu laten we snel naar de auto gaan. Enkele minuten later reden we op de autoweg richting Arles en Nîmes. We hadden nog maar amper 2 kilometer gereden toen exact om 11:00 de motor van de wagen begon te sputteren. We hoorden een harde knal in de uitlaat waarna de auto op de vluchtstrook tot stilstand kwam. Tot onze grote verbazing zagen we dat ook al het andere verkeer stil kwam te staan. De snelwegverlichting doofde evenals de lichten van Marseille en het vliegveld achter ons. Ook alle lampjes en lichten aan de horizon gingen uit. Het werd nu aardedonker. We stapten uit de auto en buiten was het muisstil.
We keken vol ongeloof om ons heen. Hoog boven ons hoorden we plotseling een vreemd geluid. Het leek wel het constant ruisende zee of het geluid van harde wind in de telefoondraden. We keken omhoog en zagen een enorm zwart ding met hoge snelheid door het luchtruim gaan. De precieze contouren ervan waren in het donker van de nacht niet te zien. Het leek of het griezelige monster zich dichtte, de aarde naderde en plotseling zagen we in de verte een geweldige explosie die werd gevolgd door een oorverdovende knal. Een groot vliegtuig was op nog geen kilometer van ons verwijderd neergestort. Verschrikt keek ik Pater Orvan aan en zei: "Natuurlijk, het is nu 12 uur in Jeruzalem. In die tijdzone is het al een uur later. Zet de radio eens aan." Orvan liep snel naar de auto en draaide aan het knopje, maar er kwam geen geluid uit. "Dat heeft Harold Archie voorspeld," zei ik. "Alle elektronische apparatuur zal 6 uur lang buiten werking gesteld zijn. Het gaat om gemanipuleerde chips die een tijdklok ingebouwd hebben gekregen. De Keltische broeders hebben in de jaren 60 van de vorige eeuw aangewerkt. In deze 6 uren zal de FVC de wereldmacht naar zich toe trekken. Maar wat doen we nu?" Nog voor Orvan kon antwoorden, zagen we dat ons van achteren 2 autolampen naderden. "Zeker nog een oud type waar geen elektronica in verwerkt is," zei Orvan. De pater liep de snelweg op en zwaaide met beide armen naar de automobilist. Deze remde en parkeerde zijn oude Renault 4 voor onze wagen. Orvan liep er naartoe en ik hoorde hem vragen of we een lift konden krijgen naar Nîmes. De man was blijkbaar nog volledig overstuur door de crash van het vliegtuig en beefde over zijn hele lichaam. Orvan probeerde hem gerust te stellen. Enkele minuten later wenkte hij mij om te komen. Ik stelde me aan de bestuurder voor en nam plaats op de achterbank. De auto werd gestart en als enige reden we nu op de snelweg. In voorzichtige termen maakte Pater Orvan de man duidelijk dat er grote veranderingen op de wereld zouden plaatsvinden. De man kon ons nauwelijks geloven, maar toen hij alle gestrande automobilisten langs de route zag staan en we meerdere keren moesten remmen voor mensen die midden op de weg stonden om ons te laten stoppen, realiseerde hij zich de waarheid die de pater hem probeerde te vertellen. De rit was spookachtig en beklemmend. Het was de proloog van het einde der tijden. Toen de man zag dat ook Aarle in absolute duisternis verkeerde, bood hij aan om ons helemaal naar Poelx te rijden. Gedurende de verdere nachtelijke rit was het stil in de auto. Alleen de ronkende motor van het Renaultje drong diep door in het zwarte landschap. Tegen 12:30 s'nachts bereikten we Poelx. Pater Orvan bedankte de man hartelijk en gaf hem €100 als vergoeding voor de benzinekosten. Stapte uit de wagen en maande de man voorzichtig te zijn en tegen niemand iets over onze bizarre reis te vertellen. Orvan drukte hem nog eens €100 extra in de handen. "Voor de kerst," zei hij, en sloot het portier zachtjes. De Renault reed weg in de nacht en wij stonden in het door God en allemaal verlaten centrum van Poelx. "Het is nu nog 3 kilometer lopen, Hugo. We moeten heel voorzichtig zijn, want de weg is erg slecht en delen ervan zijn door de overvloedige regenval van dit jaar verzakt." Orvan pakte uit zijn tas een zaklantaarn en scheen ermee in de lucht. In absolute duisternis liepen we het pad af naar Grotte La Baume liep. In de verte hoorde ik het zachte ruisen van de rivier. Terwijl we haast op de tast en zwijgend onze weg probeerden te vinden over het kronkelende pad, dacht ik na over de nieuwe situatie waarin ik terecht zou komen. Moest ik in de ruïne wonen of bij het molenaarsgezin? En bracht ik deze mensen dan niet in gevaar indien leden van de FVC mij toch zouden traceren? En hoe kon ik met de buitenwereld in contact houden? En dan vooral met de prior of met Jean Rostaud in Jeruzalem? Ja, misschien hadden ze wel nieuws over Michel. Mijn belangrijkste vraag was natuurlijk hoe het lot van de mensheid zou verlopen onder juk van Harold Archer en zijn bloedtrawanten. Orvan scheen af en toe even met zijn zaklantaarn over de weg. "Hier moet ergens een verzakking zijn, Hugo. Kijk goed uit, want je valt meters diep."
Ik liep nu pal achter de paten en volgde hem op het gehoor. Na een scherpe bocht rondom een uitstekende rots was het stromende water van de Cardon plotseling heel goed te horen. In de verte zagen we het licht van een brandende kaars. We zijn er, zei Orvin. Ik zie monsieur Cuit al bij de poort van de tuin staan. Orvin seinde met de lamp en riep: Hallo, monsieur Cuit, hallo. Rapide ici, antwoordde de man. Enkele tellen later stonden we bij de poort. Pater Orvin gaf de man een hand en stelde mij voor. Komt u mee naar binnen, het is koud, zei Cuit. Er gebeuren vreemde dingen. We hebben al vanaf 11 uur geen stroom meer en om 10 over 11 zijn er volgens mij hier in de regio enkele vliegtuigen neergestort. We hebben verschillende lichtflitsen gezien en zware dreunen gehoord. Monsieur Guit ging ons voor op de stenen trap die naar de veel lager gelegen woning liep. De rivier moest nog dieper in de kloof liggen. Bij binnenkomst werden we opgewacht door mevrouw Guit, een vrouw van middelbare leeftijd en een lief gezicht. Ook zij kende pater Orvin blijkbaar goed, want ze begroette hem hartelijk. Monsieur Cuit zag eruit als een typische Fransman die altijd in de buitenlucht heeft geleefd en gewerkt. Zijn bruine en gegroefde gelaat straalde vriendelijkheid en warmte uit. Hugo, zei Orvin, dit zijn de twee mensen die jou voorlopig onderdak gaan bieden. Ze zijn volledig geïnformeerd omtrent de FVC. Telefoon hebben ze niet en post wordt hier ook niet bezorgd. Daarvoor moeten ze naar het postkantoortje in Poelux. Het leek ons een veilige plek en ik hoop dat jouw Frans goed genoeg is om met hem te kunnen converseren. Bezoek kun je niet ontvangen en neem in geen geval contact met wie dan ook op. Vertoon je nooit in het dorp. Mocht je iets nodig hebben, dan proberen deze mensen dat voor je te regelen. Heb je nog vragen? Ja, hoe blijf ik op de hoogte van het verloop van deze antichristelijke ontwikkelingen? Wat als Michel wordt gevonden? Is mijn rol nu uitgespeeld? Ik kan hier toch niet ad infinitum blijven wachten op het einde der tijden? Op verzoek van de prior moet u hier blijven. Verdere instructies heb ik niet ontvangen. Maar laten we eerst eens rustig kijken hoe de dingen zich gaan ontwikkelen. Misschien dat het hele complot van de FVC nog in de kiem gesmoord kan worden. En kun je over 2 weken weer naar Nederland of Jeruzalem. Wie weet. Van mevrouw Kiet kregen Orvin en ik iets te eten en ongemerkt verstreken de nachtelijke uren. Slaap had ik niet, maar zat toch zwijgend in de stoel te peinzen.